Maatje, ik ben een beetje beschaamd hoe ik eruit zie om met jou te praten. Ik doe toch tenminste al mijn juiste schoenen aan. Maatje, van waar kom jij? Uit Zomerhem. Ja, je bent misschien wel de jongste kandidaat van deze droomfabriek, denk ik. Hoe oud ben je, Maatje Laget? 9. 9 jaar. Zeg, en je hebt een brief geschreven. En wat is jouw droom? Om eens bij een kapper te helpen. Bij een kapper? Zeg, heb je een kappersdiploma? Nee. Dat is een beetje moeilijk als je 9 bent. Stel dat wij iemand vinden wiens haar je nu zou mogen knippen. Zou je dat dan willen doen? Ja. Dat zou je gewoon willen doen. Er zitten hier heel veel mensen in de zaal. Ik heb iets... Sta eens recht. Sta eens recht. En kom eens mee. Kom eens mee. Ga maar over de kist. Zo, dat is misschien nog het makkelijkste, ja. Zo. Dan kijken we hier in het publiek. Ik vind... Jij bent het jongst. Vraag jij het maar aan de mensen. Wie wil er eens dat ik zijn haar knip? Ik denk dat dat... Ik denk dat ze je voor de gek houden. Zullen we... Jan Keut? Nee, wacht. Misschien is er iemand die... Die jongen? Ga je daarmee akkoord? Ja. Heb je lang haar? Kom dan maar naar voren. Geef hem in ieder geval een groot applaus. Want hij weet niet waar hij begint. Goedendag, dit is Maatje. Wat is jouw naam? Maarten. Maatje, ja, je moet ook zo'n hand geven, dat lijkt me ook. Wat heb je nodig om haar te kammen? Een schaar. Een schaar. En een kapsalon misschien. Komen jullie even mee? Komen jullie mee? Want hier is een kapsalon met alles erop en eraan. Als jij misschien je haar even zou kunnen losmaken, als dat kan, Maarten. En dan denk ik dat je best een schaar neemt. Het ligt hier allemaal, je kent het wel. Zeg, en heb je misschien niet graag nog een assistent? Wat denk je? Ja. Huh? Ken je het programma Samson? Ja. Ken je dan Alberto Vermicelli? Ja. Ik ken hem als Koen Krikke, maar hij is hier gewoon. Dames en heren, Alberto Vermicelli! Dag iedereen! Dag iedereen! Dat is Krikke, Maaike. Oh la la! Albert... To! Ja, excuseer. Alberto, wat moet Maaike nu doen? Kan je misschien ja, bovenop eventjes gaan? Misschien, ja. Ja. Ze zijn nogal klein, hè? Ja, ja. Dus... Met meneer Bart Peters. Terwijl ik nu toch op de televisie ben, mag ik eventjes de groeten doen aan mijn mama? Dat mag je, ja, natuurlijk. Dag mama! Alberto is hier ook, hoor. Doe kijken, hè. Hoe wil jij het haar doen van Maarten, Maaike? Dat ga ik vragen. Dat ga je zelf vragen. Vraag het maar even, hè, aan Maarten. Ja? Hoe wil je haar hebben? Kort. Ah, kort, hij wil het kort. Ik heb iets van, hier is nog een hoop werk aan de winkel. Ik ga jullie gewoon... Wacht. Waar is er een schaar? Heb je ergens een schaar? Ik heb een schaar, alsjeblieft. Ja, zo. Ja. En dit is het haar. Ja, mag ik eens even kijken? Het moet kort. Ja, laat eens zien dat je er iets van kent. Probeer maar, maak je ja, zo goed mogelijk. En vooral niet in de oren knippen. Dames en heren, er is hier nog een hoop werk aan de winkel. Ja, je mag toch. Je bent links toch, hè? Want anders ben je heel handig als je dit links kan. Ja. Ik denk dat er nog veel te gebeuren staat. We geven jullie rustig de tijd en gaan over naar het vervolg van ons programma. Maaike, doe het goed. Oké. Okay. Of u nu SR uit I bent of IS uit R, het komt er niet op aan. Bellen. Wij kijken even hoe het ondertussen gaat met Maaike en Albert. En dat lijkt Alberto, dat lijkt goed te gaan. Daar komen we straks op terug. Ik kan me niet echt een kinder noemen, maar volgens mij wordt hier een kunstwerk gemaakt. Anders kan ik het niet noemen. Maaike, ben je er zelf tevreden over? Ja. Het is mooi eigenlijk, hè? Het is mode, hè? Het is mode ook. Alberto, wat vindt u ervan? Ik vind het prachtig. Ik vind echt, u bent er, ja. Dat is de nieuwe stijl, hè? Ja, dat begrijp ik. Ik zal misschien even aan Maarten de nieuwste coiffure laten zien. Daar straks had je nog heel lang haar, Maarten. En dit is uw nieuwe coiffure. Wat vindt u ervan? En dit is, wacht even, de achterkant. Want ik denk dat Maaike hier en daar toch nog haar eigen creativiteit echt heeft laten gelden. Daarom een beertje van de Droomfabriek. Je kan het bijvoorbeeld zo houden. En hier is een beertje voor Maaike. En natuurlijk ook een beertje voor... Zal dat mijn mama geven? Dat is heel vriendelijk. Voilà. Maaike uit Zomergem. Fantastisch. Fantastisch. Heel bedankt. Thank you.